Het is belangrijk dat je niet op een velletje papier kijkt als je je figuur aan het ontwerpen bent. Hè? Dat snap je wel. Lekker veel tekenen met een zacht potlood. Dan kun je je eigen stijl ontwikkelen. Het is vooral heel erg belangrijk dat als je een gezichtsuitdrukking wil tekenen, dat die zo extreem mogelijk moet zijn. Ja, je moet in één oogopslag kunnen zien wat het voorstelt. Maar het moet natuurlijk wel leuk zijn. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld de boef getekend. Die is boos, maar dat kan al veel extremer natuurlijk. Hè? Ja, dat snap je wel. Proberen. Kijk. De wenkbrauwen zaten er net wel omlaag. Maar dat kan al veel lager. En die mond, die kan zelfs een beetje buiten de basisvorm. Zo. Dat is kwaad. Poef, aardig. Maar niet goed genoeg. Kijk. Is mijn meisje. En jij denkt niet dat zo'n lief meisje zo verschrikkelijk boos kan kijken. Als zij nu gaat doen. Och. Boos, hè? Dat is nog niks. Kijk, deze boef bijvoorbeeld. Die is razend, hè? Razend. Ik begin ook razend te worden. Kijk, die tanden. Die blikkeren. En die wenkbrauwen. Nou, die werpen slagschaduw op zijn wangen zo, hier. Je ziet zijn ogen niet eens meer. Brr. Zelden zag ik zo'n lief gezicht. Ach, jij. Dit is kwaad, hè. Dit is kwaad. Geen zegels gekregen bij al. Of de. Of wat dan ook. Je hebt gelijk. Ach jee. Ze heeft hoogstens een kleine opmerking daarover. Ha! Kijk. Hier komt de boef. Met zijn definitieve kwaaie kop. Zijn ogen worden verraderlijke spleetjes. Zijn tanden gaan bijna over zijn hele gezicht heen. Ach. Ze gaat schreeuwen. Ik haat het als ze schreeuwt. Vrouwen schreeuwen. Ben jij helemaal allergisch voor? Oh jee. Daar is al weinig meer van over. Tong uit de mond. Er komt nog wat vis van de maaltijd van gisteren komt naar buiten. Een paar onduidelijke etensresten. Kwaad! Oké, je hebt gewonnen.